Marianne Meijer, ik ben 23 jaar, kom uit Krimp aan de Lek. En ik open maandag mijn eigen nieuwe pizza filiaal in Krimp aan de IJssel. Hey, dat is leuk, want hier in de buurt zitten nog niet veel New York pizza. Nee, dichtstbijzijnde is een Pel aan de IJssel, dus over de brug zijn we de eerste. Ja, ja. En waarom New York pizza? Ja, ik kom oorspronkelijk uit Almere en daar was New York pizza al heel groot. Dus van kleins af aan kende ik het al. En ja, ik ben altijd al fan geweest eigenlijk van New York pizza. Ik vind de pizza super lekker en heel leuk bedrijf. Het is ook een Nederlands bedrijf, veel mensen weten dat niet. Heel veel mensen denken eigenlijk van, oh, New York pizza is Amerikaans. Dus ja, het is wel leuk dat het zo overkomt. Ja, en ik zag dat je maandag open gaat, 18 mei. Heb je daar nog iets speciaals voor bedacht? Eerste week gaan we nog rustig open. En dan in week 2 en 3 hebben we tweede graad, we hebben zorg en afhalen. Ja, het zit nou natuurlijk met die coronamaatregelen allemaal. Was je niet bezorgd? Want nou ga ik iets beginnen. Ja, in maart denk ik. Toen was het wel echt even spannend. Van, gaat nog allemaal door met de verbouwing? Kunnen we op tijd open? Maar het is allemaal goed gekomen. We kunnen het gewoon allemaal aan. Leuk. En wat is je opleiding? Heb je hier een aparte opleiding voor gedaan? Nee, ik was begonnen aan mijn HBO Small Business and Retail Management. Om dus ondernemer te worden. En toen na 2 jaar dacht ik van ja, als ik nu gewoon ga sparen en ik ga er volledig voor, dan lukt het ook. En dan kan ik het eerder doen dan nu ik de opleiding afmaak. Dus daar heb ik nu voor gekozen. Oké, en waar heb je pizza's leren bakken? Bij de concurrent die ik nu ga noemen. Oh, dat is heel slim. Ja. Heb je al een concept voor hoe je de maatregelen gaat toepassen als je open gaat? Ja, thee komt vanmiddag binnen en dan gaan we overal gelijk lijntjes op de grond zetten van daar mag je wachten en genoeg afstand houden. We hebben een scherm, die komt maandagochtend voordat we open gaan, komt die binnen. Dus bij bezorgen leggen we de pizza op de tas voor de deur, gaat de bezorger 2 stappen achteruit en dan kan de klant de pizza oprapen. Ah, dat is heel slim. En het betalen gaat ook contactloos, begreep ik? Ja, klopt. Kan via de website heel makkelijk. Kan ook worden gepint aan de deur. Dan leggen we ook eens even pinnen uit de maat neer, stappen naar achteren en dan is het ook helemaal in orde. Ja, dat is heel mooi geregeld. Ja. En wat is je verwachting voor de toekomst? Ja, je leest alleen maar berichten vandaag ook weer dat de economie alleen maar naar beneden gaat. Dus wat is jouw verwachting? Klopt. Ja, ik denk dat de ergste klap volgend jaar eigenlijk gaat komen. Zoiets voor de meeste branches. Maar wat je ook ziet in het verleden, dus van de economische crisis in 2008, horeca krabbelt als eerste weer op en gaat dan echt heel hard. Dus, ja, eten blijft iedereen altijd wel doen natuurlijk. Zeker, ja. Ja, ja. Jij was de jongste franchiser, begreep ik, in Klopt. Nederland. Ja, en ook een van de weinige vrouwen. Dus ja, dat is wel een leuk iets waar ik mee opval binnen New York Pizza. Ja. Ja, heel spannend, want je bent 23? Klopt, ja, in juni word ik pas 24, dus echt de jongste. Ja, dus ja, maar je hebt het ondernemerschap wel helemaal in je, lijkt mij dan. Eigenlijk altijd al, ja. Van jongs af aan deed ik wel allemaal dingetjes en organiseren en dat heb ik me altijd wel getrokken. Ja, ja. Ja. Hoe gaat je opening maandag? Heb je daar speciaal iets voor bedacht of gewoon nee, de deur openzetten? Nee, heel rustig. Zodat het personeel de eerste week echt veel kan oefenen. Gewoon rustig op aan en in week 2 en 3 dan die actie. Dus dan hoop ik ze in de eerste week echt voor kunnen voortbereiden. En dan hoop ik dat in week 2 en 3 heel druk wordt. Tweede graad is een mooie actie. Dus, ja, ja. Ja, dus je hebt niet echt een feestelijke opening of zo. We zetten de staattafels buiten en verder kijken wie er weer komt. En dan vanaf week 2 en 3 gaan we echt. Tegenaan, ja. Ja, ja, en ik zag dat je op Facebook al iets van een wedstrijd uit had geschreven voor. Ja, dat is voor de aankomend weekend. Dat is een trainingsweekend, dus dan komt iedereen gelijk werken 2 dagen. En dan geven we de 100 gratis pizza's weg. En winnaars zijn vandaag bekend geworden, dus die hebben al een bericht gegeven. En
ja, het is dus de bedoeling dat en binnenpersoneel ook pizza's kan maken en dat de bezorgers kunnen oefenen met hoe dat dan allemaal gaat en of ze het wel leuk vinden. Ja, ja, spannend. En doe jij nog andere dingen als andere pizzeria's? Want ja, pizza kan je hier in de buurt best wel veel kopen, maar waarom moeten mensen speciaal naar jou toe voor? Ja, New York Pizza die onderscheidt zich toch wel in het deeg. Ze maken het ook zelf allemaal, dus er is heel goed over nagedacht en het werkt echt precies goed samen met onze ovens. Verder we gebruiken geen geur, kleur en smaakstoffen. Dat is ook wel een uniek puntje. En ja, onze rand, heel veel mensen komen voor onze rand, want daar doen we knoflookolie op. En dat vinden mensen dus over het algemeen heel lekker. Ja, lijkt mij ook wel lekker. Ja. Ga je nog speciaal dingetjes doen voor bijvoorbeeld kinderfeestjes of zo? Kinderfeestjes niet, we hebben wel een family meal. Dus dat is een menu voor kinderen, een hele kleine pizza met één topping en daar krijgen ze ook speeltjes bij. Dus dan hebben we speeltjes voor jongetjes, voor meisjes. Leuk. Dat is elke keer wat anders. Ja, leuk. En ik zag dat je nog personeel zocht. Wat zoek je nog voor personeel? Eigenlijk alleen scooterbezorgers. Voor de rest heel veel mensen hadden zich aangemeld voor de pizzabakker. En de fietsbezorgers ook wel aardig veel. Alleen scooterbezorgers is toch net iets lastiger. Dus, ja, we moeten een scooterrijbewijs hebben natuurlijk. Klopt, en veel mensen wachten nu tot ze voor een rijbewijs gewoon gelijk kunnen gaan voor de auto. Dus dan nemen ze niet een scooterrijbewijs. Ja, ja, dat is waar. Dus nou ja, als er mensen nog zijn die een baantje zoeken als scooterbezorger, ja, meld je aan, zou ik zeggen. Oké, nou bedankt en ik wens je heel veel succes. Ja, dankjewel.